We zijn vanavond op bezoek bij Marian Kleemans-Bogers in Hazeldonk. Marian heeft gisteren afscheid genomen van de harmonie en is daarbij uitgebreid gehuldigd. Marian, jij was coördinator jeugdopleiding, ja? Wat is er wezenlijk veranderd in die 20, 30 jaar dat jij dat gedaan hebt? Nou, eigenlijk is er denk ik niet zo heel veel veranderd. De vereniging wel, die is van fanfare naar harmonie gegaan. Maar de kinderen die met muziekles beginnen en daarmee proberen het instrument meester te worden, samen te gaan spelen in een jeugdorkest, daarna de overstap maken naar het grootorkest, die stappen eigenlijk zijn er nog steeds. En muziek maken is nog steeds, 20 jaar geleden, maar nu ook natuurlijk, een hele mooie hobby. En ook goed voor de ontwikkeling van de kinderen, van toen en ook natuurlijk van nu. Dus wat dat betreft, kinderen zijn misschien iets drukker, doordat er ook het digitale tijdperk natuurlijk. Maar aan de andere kant, het is zo'n mooie hobby. Heb jij een speciale formule om de jeugd enthousiast te houden? Ja, belangrijk is in ieder geval dat ze zelf natuurlijk enthousiast zijn voor het instrument waar ze voor kiezen. Dat je hele fijne docenten hebt die dat ook leuk kunnen overbrengen. Die dus een beetje een klik hebben, affiniteit hebben met de kinderen. En dat de zaak eromheen ook altijd goed geregeld is. Dat er continuïteit is in de lessen. Dat het leuk is om zo snel mogelijk met kinderen samen te spelen. Want het sociale aspect is natuurlijk heel belangrijk. En vooral ook omdat dat later, als ze naar het orkest gaan, ook natuurlijk heel belangrijk is, want dat is uiteindelijk ook het doel. De jeugdopleiding is de kweekvijver voor de harmonie. Ja. Is de muziekkeuze anders dan vroeger? Nee, niet zoveel anders. Alleen dankzij het feit dat we nu in harmonie zijn, is er wel een grotere keuze. Als fanfare hadden we bijvoorbeeld geen klarinetten en fluiten. Dat hebben we nu wel, dus we hebben een wat breder aanbod. Dat is leuk. Mm-hmm. Ja. De koninklijke onderscheiding, gisteren uitgereikt door de burgemeester. Hè? Was dat een grote verrassing? Het was een ontzettende verrassing. Ja, het was zo leuk, want ik was daar met mijn man en mijn moeder, die gaat altijd mee. En ik wist wel dat er iets te gebeuren stond in verband met mijn afscheid. Hè? Toch een beetje in het zonnetje gezet worden. Maar toen dit kwam, ja, dat was echt een fantastische verrassing. Het was echt een hele eer. Daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. Ik zei het al, ik ga u een koninklijke onderscheiding uitreiken. Mevrouw Maria Anna Kleemans-Bogers, het is mij een groot genoegen u vandaag uit naam van Hare Majesteit de Koningin te mogen vertellen dat u bij koninklijk besluit bent benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ja, maar dat wordt altijd vergeten, hè? Degene achter. En als dank tot slot wil ik dan zeggen, na afloop, mensen, drink er eentje van mij. Daar straks. Ik reken het morgen met Theo wel af. Een hoogtepunt uit de afgelopen jaren. Kun je dat beschrijven? Ja, er zijn denk ik veel hoogtepunten, maar de leuke dingen waren wel de uitstapjes met de kinderen. Naar bijvoorbeeld Bob Jaarland. We zijn zelfs in Disneyland geweest. We hebben de overstap gemaakt naar harmonie. Was een hele aardige, wel een intensieve periode. En ook wel de workshops op de basisschool hier. Dat waren toch ook al hoogtepunten, ja. Wat is jouw fijne muziekkeuze? Is dat klassiek of is dat jazz? Is dat populaire muziek? Nou, een beetje. Zeker met je klarinet? Ja, een beetje een mix. Ik vind licht klassiek echt heel mooi. Maar ook wel echte muziek die voor harmonieën is gearrangeerd. Hè? Dus een speciale harmoniemuziek. Popmuziek, eigenlijk filmmuziek, van alles eigenlijk. De mix vind ik het leukste.